Goedemorgen, super leuk om hier, uh, super mooi om hier met elkaar te zijn. Um, ja, ik wil het uh, vandaag hebben over wandelen in geloven. Er staat onder in het juk met Jezus blijven en het juk is natuurlijk iets waar we dat is wel een soort terugkerend thema de afgelopen uh, weken. En um, eigenlijk bij mij werd dit onderwerp ook een beetje geboren bij, die, uh, bij Ryan die met dat juk daar zo aankwam lopen van um, over living light. En Hij sprak over het het juk van Jezus wat Zacht is en de last die eraan hangt, die licht is. En um, eigenlijk, ja, toen na die preek, toen um, had, ik, had ik bij mezelf ook zoiets dat ik van ja, ik ervaar best wel vaak nog druk en um, dat ik moet presteren of moet, maar dat ik presteer. <laughs> en um, dat ik ook toen tegen de heer had gezegd: van ja, daar wil ik vanaf. Ik wil, um, ik verlang echt naar om uw, om uw juk um, ja, om, om daaronder te zijn en niet meer onder gebukt te gaan onder druk en, nou ja, prestatiedrang. Um, en ik denk waar ik, um, ja, dat ik wil, soort, waar ik, vooral denk ik mee, uh, waar ik mee worstelde was vooral denk ik leiderschap om, daar, um, om daarin te wandelen. Um, en um, ja, dat was gewoon um, een, een verhaal wat me een beetje, wat me wel aansprak. Uh, dat werd, dat deelde Matthijs net ook al van Petrus die. Op het, water, uh, op het water wandelen. Dat wil ik met jullie lezen. Uh, dat staat in uh, Matthäus. Um, en dan uh, heeft Jezus net... Uh, dat was net de wonderbaarlijke spijziging, heeft Jezus um, al die mensen die daar waren... heeft hij eten gegeven. En um, dan gebeurde dit. Onmiddellijk daarna zei Jezus tegen de leerlingen... dat ze alvast voor hem uit... naar de overkant moesten varen. En zelf wilde hij eerst de mensen naar huis sturen. Daarna ging hij helemaal alleen de berg op... om te bidden. En toen het avond werd was hij daar alleen... De boot was intussen midden op het meer en ze hadden veel last van de golven, want ze hadden de wind tegen. En om ongeveer vier uur s morgens kwam Jezus naar hen toe lopend over het meer. Toen de leerlingen hem over het meer zagen lopen, raakten ze in paniek en ze riepen een spook en ze schreeuwden van angst. Onmiddellijk zei Jezus tegen hen: Rustig maar, ik ben het, wees maar niet bang. Petrus antwoordde: Heer, als u het bent, beveel mij dan om over het water naar u toe te komen. En Jezus zei, Kom. Peter stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij op de wind ging letten, werd hij bang en hij begon te zinken. En hij schreeuwde: Heer, red mij. Onmiddellijk stak Jezus zijn hand uit en greep hem. En hij zei: Je hebt niet genoeg geloof. Waarom ging je twijfelen? Ze klom in de boot en toen ging de wind liggen. De leerlingen in de boot vielen voor hem op hun knieën en ze zeiden: U bent werkelijk de zoon van God. En eigenlijk, um, ja, ik herkende me wel in dit verhaal: van um, ik ben nou, uh, denk ik. Een half jaar of in ieder geval op die kwip, heb ik ingezegend als oudste en dat uh, super mooi en um, ja, ik was er ook gewoon echt in geloof aan begonnen, maar dan merkte ik toch ergens onderweg dat ik op de, eigenlijk net zoals Petrus, op de wind uh, ging letten en ook begon te zinken. En daar wil ik later nog een beetje op terugkomen, maar um, eigenlijk is het wel interessant om, te, om even te kijken van Petrus, die uh, liep dus over het water, dat is, dat is natuurlijk een mega. Onder. Ik bedoel, niemand kan gewoon normaal over, over water lopen. Um, en dan zie je dat hij, hij zingt ineens. Wel, natuurlijk gezien is het natuurlijk is het precies dezelfde storm, precies hetzelfde water. Hij loopt gewoon op Jezus af. Um, maar toch zingt hij. Um, en waar, maar waarom zingt hij nu eigenlijk? Um, en Jezus geeft dan, Jezus zegt eigenlijk wat zijn probleem is, dat hij niet genoeg geloof heeft en dat hij ging twijfelen. En eigenlijk, uh, wat je dus ziet, is dat door Petrus zijn ongeloof ging hij zinken. En als je dan even um, beseft van: kijk, het was door geloof dat hij op het water kon lopen. En door ongeloof dat hij, zonkt, dat hij zonk. Dus eigenlijk, door geloof kwam de kracht van God op hem en kon hij op het water lopen. En door ongeloof ging de kracht van God weer weg. En dit is eigenlijk ook iets wat we, in, um, wat we ergens anders in de Bijbel ook lezen. Um, staat ja. In Marcus 6: Dat ons ongeloof kan blijkbaar dus God limiteren. Want in Marcus 6, dan uh, komt Jezus in Nazareth, in, waar hij is opgegroeid. En dan staat er um, dat ze, Jezus vertrok weer en ze ging, hij ging naar zijn eigen stad, naar Nazareth. En zijn leerlingen gingen met hem mee. Op de Heilige Rustdag ging hij lesgeven in de synagoge. En veel van de mensen die hem hoorden, waren heel verbaasd. Ze zeiden. Waar heeft hij die dingen vandaan? Hoe komt hij aan die wijsheid? Hoe kan hij zulke wonderen doen? Hij is toch de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus, Jozef, Judas en Simon. En zijn zussen wonen toch ook hier? En ze geloofden hem niet. Jezus zei tegen hen: Alleen in zijn eigen stad en in zijn eigen familie hebben de mensen geen respect voor een profeet. En hij kon daar geen grote wonderen doen. Alleen maakte hij een paar zieke mensen gezond door hun de handen op te leggen. En hij was verbaasd over hun ongeloof. En eigenlijk zie je hier hetzelfde. Dat net als dat bij Petrus, dat hij zonk toen door ongeloof. Dat eigenlijk hier, dat je ziet dat Jezus komt in de stad waar mensen familiar, waar mensen bekend met hem zijn. En denken van, oh ja, dat is toch gewoon die gast die altijd met hamers spijkers aan te slaan. En dat, um, en dat eigenlijk door hun ongeloof, doordat ze, um, ja, dat ze, dat God, dat Jezus niet kan doen wat er eigenlijk wilde doen. Je proeft hierin een beetje van, hij wilde eigenlijk daar net zulke grote wonderen doen als dat hij in andere plekken deed, maar puur omdat deze mensen geen geloof hadden, werd wat God wilde doen, dat gebeurde niet. Werd eigenlijk Gods kracht beperkt. En um, nou, dan vraag je je misschien af hoe, uh, hoe kom je dan aan geloof? Nou, daar kom ik nog bij. Het is niet iets wat je op kan wekken, wat je soort van kan. Maken als het ware van, oh ja, ik, uh, ik ga even diep, diep graven en dan vind je het en dan, dan gebeurt het. Maar um, ik wil eigenlijk even terug naar die um, tekst van Petrus. Ja, sorry, en dan nog eentje verder. Die, uh, ja, die, ja, super, super thanks. Um, en eigenlijk zie je dat bij Petrus dat hij zijn geloof verliest op het moment dat hij naar de wind gaat kijken, dat hij naar de omstandigheden gaat kijken. En eigenlijk, dit is meteen al het fundamentele eraan, waar, waar kijken we naar? Hebben we onze ogen op Jezus of zijn we gericht op onze omstandigheden? En vaak als we daarnaar kijken, dan komt, het, komt alles zo op ons af en dan zijn we ons geloof, zijn we ons zicht op Jezus helemaal kwijt. Dus blijkbaar, waar je naar kijkt, waar je je aandacht aan besteedt, wat jij groot maakt, kan bepalen of je zinkt of op het water blijft lopen. En... Het is ook interessant om te zien dat um, Petrus uh, staat. Um, hij ging op de wind letten. Hij werd bang en hij begon te zinken. Nou ja. Kijk, dat Petrus bang wordt is natuurlijk niet heel bijzonder. Als, hij, als je beseft dat je op het water staat en je ziet ineens die wind en die stormen, dan zou ik ook bang worden. Um, en ook hier kunnen we denk ik een mooie les uithalen: dat als we onzeker zijn of, of bang zijn, dat um, die onzekerheid of die angst is vaak niet het probleem. Dat is vaak gewoon een logisch gevolg van waar we naar kijken. En als wij ons zicht op Jezus hebben, dan geloof ik dat we nooit angst hoeven te hebben. Misschien, misschien dat je Hem nog niet helemaal goed kent en dat je wel naar Hem kijkt, maar dan gewoon nog dingen over Hem moet leren. Maar ik geloof dat, kijk, als we, onze, als, we, als we onze omstandigheden zo groot maken, dan is het logisch dat we angst hebben. Dan kunnen we misschien wel denken van ja, gewoon die angst en onzekerheid aan de kant schuiven, maar. Misschien moet je wel even realiseren van, um, dat, ik, dat ik angst heb. Dus ik moet niet gewoon die angst aan de kant schuiven. Maar ik, moet, ik vertrouw op de verkeerde persoon. Ik moet op Jezus vertrouwen. Um, nou ja, zoals ik al zei, dat is een beetje gewoon een, aantal, een aantal punten over, over geloof. En um, ja, hoe we het gewoon in, in dit verhaal. Maar um, ik wil het ook wat specifieker over geloof gaan hebben. Um, en als eerste gewoon even het belang van geloof. Um, de Bijbel zegt, twee, gewoon even twee teksten waarin de Bijbel eigenlijk aangeeft van hoe, um, de rol van geloof. Um, er staat dat als iemand geen geloof heeft, kan, die God, kan God onmogelijk blij met hem zijn. Want als iemand naar God toekomt, moet hij geloven dat hij is wie hij zegt dat hij is. En dat hij de mensen beloont die werkelijk naar hem verlangen. In de Romeinen, maar als je iets eet en twijfelt of het wel goed is om dat te eten, doe je verkeerd. Want dan eet je niet met geloof. En alles wat je zonder geloof doet. is verkeerd. Nou, nu vraag je je af. echt serieus. als ik iets eet. in die context gaat het over. eten wat mogelijk aan afgoden is geofferd. Maar. dat is interessant om te lezen. dan begrijp je misschien een beetje waar het over gaat. Maar. Um, uiteindelijk sluit je af met. alles wat je zonder geloof doet. is verkeerd. In de HSV staat er gewoon. dat is zonde. En daarboven ook. als je geen geloof hebt. dan kan God onmogelijk blij met je zijn. Dus dat geloof zit in alles wat we doen. Dus bij elke stap, elke keuze... die we maken, verlangt God ernaar... dat we dat vanuit geloof doen. Nou, en... Um, nou probeer ik je niet... een hele hoge lat op te leggen... dat je uh, bij alles wat je doet... Uh, vijf minuten moet gaan bidden... en dat je het wel zeker weet. Het is niet Gods verlangen om ons te verlammen. Um, maar het is wel... Um, Gods verlangen dat we... Op, op Hem vertrouwen. En dat we, um, als we iets doen... Dat we daarin echt Zijn kracht ook verwachten. Dat Hij nooit hoeft in te breken, als het ware, maar dat God welkom is om in alles wat we doen, om Zijn ding te doen. Um. En. Um. Nou, gewoon nog een andere tekst over geloof. Human 1. Dat definieert het eigenlijk. Geloof is nu een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. En dit, um, ik denk, geloof is, het is wel een. Uh, ik zeg het wordt natuurlijk heel, heel vaak, maar het is eigenlijk best een abstract begrip. Um, maar ik wil dat eigenlijk even uitbeelden. Dus Naomi, wil jij naar voren komen? Wie van jullie weet wat een trust fall is? Ja, we hebben thuis al even geoefend. Maar, <lacht> <lacht> maar Naomi en ik kennen elkaar supergoed. We zijn getrouwd met elkaar en um, Naomi vertrouwt mij. Ja. Nee, en, en zij kent mij, dus zij weet mijn gelimiteerde kracht. Uh, maar ja, gewoon even voor het voorbeeld dat ik dacht van, ik stel je even een paar vragen, maar um, geloof je dat ik sterk genoeg ben om je op te vangen? En geloof je ook dat als je je laat vallen, dat ik je opvang? Ja. En, um, nou ja. En dit is ook, denk ik, hoe geloof werkt. Het begint bij vertrouwen. Het begint bij ook het kennen van elkaar. Kijk, als ik nu gewoon een random iemand van de straat pluk... en die hier achter Naomi zegt... en dan van laat je vallen. Ja, dat gaat een beetje lastig, weet je. Het, werkt. het, 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 het is vanuit een basis van vertrouwen. Um, maar nu speel ik even God als het ware. En dan zeg ik van... Uh, nou, ik wil dat je laat vallen en ik vang je op. En vaak is dit ook... Dit is wat geloof is. is het begint met overgave. Met ben je bereid... Om los te laten, om niet meer te vertrouwen op wat je zelf denkt of wat je zelf ziet. Um, maar ben je bereid om te vertrouwen dat als jij je gewoon laat vallen, dat God je opvangt? Ja? ja? En nu is de vraag, nu is de vraag. Kijk, als je je geloof durft te geven, dan laat je je gewoon zo naar achter vallen, maar nu is de vraag: gaat Naomi zijn stapje erachter zetten? Of gaat ze zich gewoon helemaal laten vallen? Nee! Ja, heel simpel voorbeeld, maar dat is wel dat is wat het is. Thanks, liever. <laughs> um, ja, en eigenlijk wat je ziet: het is vanuit een ba Het is vanuit kennen. Dus uh, kijk, um, als je gelooft. Als je verlangt naar meer geloof, het begint bij het kennen van God. Met dat jij um, Hem leert kennen. En dat je, stel je als je in de Bijbel bijvoorbeeld leest over um, de keren dat God Zijn volk heeft gered, dan bouwt dat geloof over dat als jij in moeilijkheden zit, dat God jou ook gaat redden. Dat ze, maar ook gewoon in je persoonlijke tijd met Hem. Als jij, um, als jij Hem leert kennen, als hij, jou, als hij zich aan jou openbaart als een vader, als degene die jou altijd beschermt, dan dat creëert als het ware een voedingsbodem dat op het moment dat God zegt, oké, okay, laat je maar vallen, dat je, oh ja, tuurlijk, heren, u bent, ik ben veilig bij u. Ik, weet dat u. ik weet dat u te vertrouwen bent. Maar dus het gaat vanuit, alles gaat vanuit relatie. En ik, dacht, ik heb best wel een beetje zitten broeien op van, hoe kan je nou geloof een beetje uitleggen als het ware. Maar ik, geloof dat, ik denk dat geloof is eigenlijk een diep vertrouwen dat God iets gaat doen. En um, vaak, dus in die zin, geloof is ook niet iets wat wij verzinnen. en dat wij dan. en dat God dat dan gaat doen. maar het komt bij God vandaan. Geloof is iets wat je wordt gegeven. wat God aan jou wil geven. En het is als het ware God die jou wil betrekken bij zijn plan. Dus ik zeg maar. wat je. je loopt over straat. en je, en je, en je ziet daar iemand lopen. dan kan het zijn dat, dat, dan Gods, dan kan het zijn dat Gods verlang is. omdat jij naar diegene um, toe loopt. en dat je hem. Weet ik veel, 10 euro geeft. Of dat je. Of dat je, dat je gewoon een gesprekje met hem aanknoopt. En misschien dat je hem voor hem mag bidden. Voor zijn zieke moeder. Maar dat is. Het gaat altijd. Het is altijd vanuit Gods hart. Het is niet iets wat wij hoeven opwekken. Of wat, 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 dat wij met een goed idee moeten komen. En dan. God is constant al bezig. Het is als het ware dat wij intappen op iets wat God al aan het doen is. En. Um, het mooie aan geloof is dat het. Het, um, het creëert ruimte voor God om in te stappen. Het is als het ware: van oké, okay, Heer, ik ga iets doen. Maar ik vertrouw erop dat als ik iets doe, dat u het eigenlijk door mij heen gaat doen. En dat is ook wanneer het koninkrijk van God met al zijn kracht kan komen door ons heen en op de plekken waar wij zijn. Dus als we ernaar verlangen dat het koninkrijk van God komt, dan hebben we het nodig dat we, de, dat we ook aan de Heer gaan vragen: van oké, okay, Heer, dan zegt, dan zegt God, God werkt graag door mensen heen. Hij heeft ons graag erbij, zeg maar, als onderdeel van wat hij doet. En um, als je er nou naar verlangt om te, om te groeien in geloof, ik kan het gewoon aan de Heer vragen. Wilt u me ergens geloof voor geven? Maar uiteindelijk geloof is ook altijd, het is geboren uit liefde. We gaan niet dingen doen om in dat rijtje van Hebreeën 11 met al die geloofshelden te komen, zodat we tussen het rijtje met Mozes en Abraham staan. Maar we doen het om mensen lief te hebben. En op het moment dat wij dat hart van God pakken, van Heer, wie mag ik lief hebben vandaag? Dan gaat geloof automatisch werken. Dan gaat, geloof, dat gaat God ons dingen geven die we, mogen, die we mogen doen en waarmee Hij ook door ons heen kan werken. Dus als wij Gods hart gaan pakken, kijk, God is een persoon. Het is niet een of andere vage kracht die af en toe vuur uit de hemel laat komen of um, ja, die tot mensen in dromen spreekt. Maar Hij is een persoon die verlangt naar mensen. En dat is ook waar, dat is wat geloof. Dat is het idee erachter. Dat is het, dat is het doel ervan. Dus als wij dat hart van God gaan pakken. Als wij God gaan leren kennen. Als iemand die constant, constant ernaar verlangt om mensen lief te hebben. Dan gaan we ook automatisch. Um, dan zijn we zo vatbaar. Dan als, we, als wij zo rondlopen. Dan hoeft God maar één iemand aan te wijzen. En dan kunnen we doen wat Hij van ons vraagt. En dan kan Hij het door ons heen doen. Ja, nog één laatste tekst. Die staat in. Um, Marcus 9, misschien hebben jullie wel eens gehoord van de maanzieke jongen. Nou, dan komt Jezus daar en dan heeft hij een gesprek met, die, met de vader van die maanzieke jongen. En dan breken we even in in het gesprek en dan zegt die vader tegen Jezus. En die geest heeft hem ook al vaak in het vuur en in het water gegooid om hem te doden. Maar als u iets kan doen, help ons dan alstublieft. En Jezus zei tegen hem, als u, als u iets kan doen, alles kan, als je maar geloof hebt. Onmiddellijk riep de Vader met tranen in de ogen: Ik geloof, Heer, kom mijn zwakke geloof te hulp. En het bijzondere is van wat ik. eerst die tekst in Marcus en Nazareth, dat door het ongeloof van de mensen dat ze Jezus beperkten, dat Hij niet kon doen wat Hij wilde. Maar hier dat Jezus eigenlijk zegt: als je geloof hebt, dan is alles mogelijk. Omdat bij God is, is daadwerkelijk ook alles mogelijk. En wat ik al zei, dat is niet dat wij Gods wil kunnen benden, als het ware, maar wel dat. Um, als wij geloof hebben, dan kan God compleet doen wat hij wil. En dat is ons verlangen. We leven voor de glorie van, van Hem. Dat Hij alles kan doen wat Hij wil in onze levens. En, het, en dan de reactie van die, van die vader daarop. Dat hij zegt, ik geloof, Heer, kom mijn zwakke geloof te hulp. Eigenlijk zegt hij iets als van, Heer, ik vertrouw U, maar ik vind het zo lastig in deze situatie om, om ook. Om ook op u te vertrouwen, om zelf ervan af te blijven en om het echt aan u te laten. En eigenlijk. Um, misschien ervaar je ook wel zoiets vandaag. Ik, was, ik zat ook een beetje in die. Ja, ongeveer in die situatie dat. Eerlijk vertrouw u, maar in de verantwoordelijkheden die ik heb en in de mensen die ik mag leiden. vind ik het zo lastig om u te vertrouwen en lukt het me eigenlijk niet. Voelt het alsof ik aan het zinken ben. En. Um, ja, eigenlijk, uh, dat veranderde eigenlijk pas toen, toen ik, dat was denk ik een week geleden of zo, toen ik ook aan God vroeg: van, Wat is nou eigenlijk uw perspectief? Ik, vroeg, ik heb letterlijk aan de Heer gevraagd: Waarom heeft u me nu oudste gemaakt en niet over drie jaar? Dan uh, had ik wat meer ervaring, was dat makkelijker geweest. En uh, toen zei de Heer tegen me: Van ja, jij wil graag sterk zijn, jij wil het graag goed kunnen doen, maar ik wil graag dat je zwak bent. Want mijn kracht wordt in zwakheid verbracht. En ik denk, God houdt ervan om ons, op, om ons op die plekken te brengen op het water waar je het niet zelf redt. Waar, waar, je, wel, waar je afhankelijk bent van zijn kracht. En uh, toen God dat zei, toen, ont, toen, toen, ik weet niet, alles veranderde. Toen ontving ik weer geloof. Toen zei, dat was eigenlijk wat ik zei: van wat geloof is, dat toen dacht ik van, oh wacht, ja, de Heer weet ook dat ik het niet kan, maar hij wil het door me heen gaan doen. En. Uh, ik geloof dat er meer mensen zijn die, net zoals ik, een beetje... Misschien ben je wel vastgelopen of um, ben je ergens in geloof aan begonnen. Maar um, ging het een beetje anders dan je verwacht? Ben je ondertussen ergens je zicht op Jezus kwijtgeraakt? Misschien ben je aan een nieuwe baan begonnen. Of misschien ben je niet zelf uit de boot gestapt, maar eruit gegooid. Door uh, ziekte of een familieruzie. Het kan van alles zijn. Maar um, ik geloof dat vanmorgen God ernaar verlangt om... Uh, om jullie perspectief te geven, om, te, om jullie te laten zien wat hij, hoe hij het ziet. En um, dat hij erbij is en, dat hij, en dat, dat hij degene is die het wil gaan doen. Dat je het niet zelf hoeft te dragen. We zitten samen met Jezus in de juk, Niet alleen. En um, ja. Die, die, die uitnodiging van um, Kom bij mij, alle die vermoeid en belast zijn. Dat is denk ik ongeveer dezelfde uitnodiging die Jezus aan Petrus geeft. Dat hij ook zegt Kom naar mij toe, loop over het water. En um, het leven met God is een leven van geloof. We wandelen constant in, um, in zijn kracht. En uh, we mogen het constant van hem verwachten. En um, ja, ik denk dat is God's verlangen: dat we leren afhankelijk zijn van hem. En dat, uh, dan, dan zullen we ook zijn kracht in onze leven zien werken. Dan is ook alles mogelijk. Misschien dat je dacht: hoe kan ik deze situatie aan? als je. Gods perspectief hebt, als je weet dat als je geloof hebt ontvangen van hem, dat hij het gaat doen. Ineens is het alsof de wind weer in je zeilen blaast. En um, ik wil je ook echt, ik wil je ook gewoon echt aanmoedigen als je, als dat iets is waar je mee worstelt, blijf er niet mee zitten, maar um, ga naar Jezus toe. Mooi Hans, hoe je dit woord deelde. Wie herkent dit? Ik denk dat iedereen het herkent. Als we heel eerlijk zijn. Het is niet de bedoeling dat ik er nou een preek overheen ga doen. Maar ik zat er een paar dingen te denken. En uh, ik, je zat natuurlijk in Hebreeën 1, uh, dat is natuurlijk de hele krachtige tekst. Het geloof is nu een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men in het ziet. En uh, misschien heb je wel eens een keer geloof voor iets ontvangen. Iedereen heeft wel eens. God heeft heel veel dingen klaargelegd. Hij heeft alles al voorbereid. Wij hoeven er alleen maar in te gaan wandelen. En uh, hebben we dat misschien gedaan. Ik heb zelf ook eens een keer een moment gehad in mijn leven dat, dat kreeg ik geloof dat ik mijn spaargeld in moest zetten op een goed doel. En vervolgens kwam het niet van de grond. En daarna ga je wiebelen in je geloof. En, God, en dan, dan ga je denken: van ja, waarom, waarom heb ik dit nou gedaan? Was dit nou wel voor mij, of was het niet voor, voor mij? En dat is, dat is heel interessant wat er dan gebeurt. Als je kijkt in Hebreeën 11, wat er staat, door geloof heeft Abraham toen hij door, zijn, door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. Wat staat er? Hij heeft Isaac geofferd. Terwijl als je dat verhaal kent, dan weet je dat uiteindelijk Isaac daar in het natuurlijke is hij niet geofferd. Maar in het geestelijke is Isaac voor God geofferd. Hij was bereid om het te doen. Dus de bereidheid is voor God meer waard dan uiteindelijk het in het natuurlijke te zien. En dat is precies waar geloof over gaat. We willen het zien, we willen het ervaren. En dan zal het eerste stap in geloven is Jezus aannemen. Die trustval die je deed. Als je hem nog niet zo goed kent, om dan te laten vallen, daar is echt geloof voor nodig. Overgave. En, um, ja, Noach, je moest een ark gaan bouwen op het droge. Wat denk je dat het met je geloof doet? Als je van de opdracht krijgt van God, gaat een ark bouwen op het drogen. En al die mensen om je heen zitten je uit te lachen. Dat bouwt geen geloof. Ik ga geloof niet maken, maar God hè, die laat ons heel vaak wonderen en tekenen herhalen, zodat ons geloof wel wakker gemaakt wordt. Want als we heel eerlijk zijn, is geen wat geloof in de weg staat, dat zijn we zelf. We staan zelf heel vaak geloof in de weg. Ik, eh, ik noem je naam gewoon, Jordi, jij, jij struggelde ook, wel van de, van, de, van de week ook, van, ja, je had een, een tekst die je wou delen met iemand, en die bouwt heel veel leden, leven aan je neef, en vervolgens, de, het, het verhaal is dat je neef niet meer leeft. En dat is super ingewikkeld. Dan denk je van, ik heb een tekst ontvangen, een geloof, moet ik hem wel of niet delen? En het tegenovergestelde blijkt te gebeuren. Dat is super heftig. Maar het gaat God, gaat God erom dat jij deelt en, en je doet het in vertrouwen. Hij, 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 wil, hij, wil, hij wil dat je het in nederigheid brengt. En het grootste gevaar wat er nu bestaat als je dit mee hebt gemaakt, is dat je denkt van dit doe ik niet meer. Je hebt iets meegemaakt in geloof. Wie herkent dat, dat je een keer een geloof hebt geontvangen om iets te doen en vervolgens is het niet gebeurd? Wat denk je van mensen die voor ziekte, ziekte bidden? Je, hebt misschien, je hoort die verhalen van mensen die voor zieken bidden heel vaak en dan genezen achter elkaar mensen. Dat zijn de getuigenissen die je hoort. Maar de tien getuigenissen die je hoort zijn misschien wel tienduizend keren geweest dat er niet iemand is genezen. En als je die tienduizend keer niet had gebeden, dan waren die tien genezingen die hadden niet plaatsgevonden. Ik denk dat vanmorgen de boodschap ook echt is dat je ons niet laat verlammen. door hetgeen dat we als, we als we daar een keer tegenaan gelopen zijn. dat we ons daar echt van bekeren. in ons denken van. Ah, misschien zeg je wel van: heb je, heb je iets meegemaakt van. Ah, dit heb dus geen zin gehad. ik heb een stap in geloof gemaakt. maar. het is niet gebeurd. dus dit ga ik dus niet meer doen. het motiveert jou niet. Wie herkent dat? Dat je een keer iets hebt. wie herkent dat? En misschien hou je het nog vast op dit moment. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je je op dit moment je daarvan bekeert. Dat je je bekeert van het feit dat je een keuze hebt gemaakt, misschien wel in je denken van. Dit laat me niet nog een keer gebeuren, want uiteindelijk, als je door geloof dat word je kwetsbaar. Daar komt het op neer. En de vraag is: willen we kwetsbaar zijn? Ik heel vaak niet. En jullie kennen mijn verhaal. De eerste keer dat ik hier stond, ben ik huilend weggelopen. Nou, net niet weggelopen, maar ik wist niet waar ik het zoeken moest. Maar God had me geloof gegeven om hier te staan. En ik voerde niks van, niks. Heel mijn broek zat vol als ik hier stond. Maar dat is wel wat het is. En uiteindelijk de mensen om me heen en gewoon te blijven doen waar je geloof voor hebt, dan kan je blijven staan en dan kan je erin groeien.